Moedic is de doelman van Willem II. Hij heeft 1 wedstrijd ooit in Nederland gespeeld voor NAC. Toen werd hij teruggeroepen door Manchester City. Omdat Bravo geblesseerd raakte. Daarna heeft hij weer vele avonturen beleefd. En nu is hij dus voorlopig de eerste doelman van Willem II. Verder bij Willem II. Het debuut van Sven van Beek. En bij Feyenoord keert Bijlo terug in het doel sinds 25 oktober 2020. Niet gespeeld uit bij RKC. Geblesseerd geraakt. Berghuis, Linssen en Haps voorin bij Feyenoord. Eigenlijk weinig verrassingen. Feyenoord kan alleen niet beschikken over Texera. Dit is hoe Willem II het graag wil doen met Nuddeli in dit geval, die er snel uitkomt. Dat schot is niet best hoor. Zo'n aardig vrije kans voor Che Nuddeli in de derde minuut. Vanaf de linkerkant aangegeven door Vriet en dan Nuddeli die iets naar de buitenkant moet. Vommer die centraal achterin speelt. En dat doet samen dus met Sven van Beek voor de eerste keer in die samenstelling. Holmen de Zweed ook met de aanvoerdersmantel. Die staat bij Feyenoord om de band van Berghuis die daar paast in de richting van Linssen. Eerste kaart van de wedstrijd is gegeven. Matthijssen en Vergeel, allebei natuurlijk ook een Feyenoord verleden, maar een Willem II heden. Dit is buitenspel. Nee. Ja, ik denk het wel. Ze laten eerst Vriet schieten. En Vriet schiet, maar hij schiet tegen Bijlo op. Lekker voor die doelman van Feyenoord. Bal gespeeld. Beduid van Beek. Kampuis wint ze niet. Het is wel slim van Haps. Berghuis. Ja, op het hoofd van Linssen. Dak van het doel. Lastig hoor. Een bal van zo'n grote afstand met het hoofd nog zo te piloteren dat het een lastig balletje voor de doelman wordt. Dat werd het dan ook niet echt. Maar dan maakte er het beste van. Goed opgevangen door Pavlidis. Aan de linkerkant Keulert. Keulen doorgespeeld. Nou, die moet raak zijn. Vriet. Vriet, die tikt hem net langs de verkeerde kant van de paal. Grote kans voor Willem II gaat hier verloren. Ik denk dat het er ook wel mee te maken heeft. Bijlo heel snel uit het doel is. Dit is goed gespeeld. Pavlidis, Keulen en die paas van Keulen is precies op tijd. Maar Vriet in de aanname krijgt wellicht nog een duwtje. Ja, dat krijgt hij van Malasia. En dan ligt ook Bijlo nog in de weg. Dan heeft hij eigenlijk geen tijd meer om precies goed te mikken. En Bijlo wel meteen veel pijn na die botsing met Kwasi Vriet. Momenten waar Willem II later op kan wijzen eventueel. Mocht het voor hen niet goed aflopen deze wedstrijd. Daar en met Nunnely en met Vriet hadden we goede kansen. En hier is Vriet weer. Bijlo in 2 keer. Maar wat mogen ze ver komen? Owusu nu weer. Kopbal van Nunnely. Mist vaart. Zo. Nunnely. Daar snel van weg. Pavlidis. Ja, goede ingreep van Haps. Waardoor Feyenoord nu voor het eerst wellicht van wat ruimte kan profiteren. Met Berghuis. Die draait natuurlijk naar de linker. Geeft hem op tijd af aan de meegekomen Senesi. Een verrassend extra element. Een compliment voor Willem II, dat heeft het allemaal prima staan. Haps.
eigenlijk niet aan de linkerkant geweest. Dit is voor de eerste keer een aanval die leidt tot een schot op doel. Muric kan pakken. Inzet Toornstra. Slechte bal van Bijlo, maar Keulert neemt hem ook niet helemaal lekker aan. Waardoor Feyenoord uiteindelijk dan aan die rechterkant via Gertruida toch door kan. En ver. Dat is een momentje waar Keulert van had kunnen profiteren. Holmen. Als laatste. Geen enkele keer daar aan de linkerkant doorgekomen Feyenoord. Aan de rechterkant ook zelden trouwens, maar daar liep nog wel eens iemand. Hier is Haps trouwens wel goed aanwezig. Tenminste. Diemers heeft even gekeken. En de aanname van Toornstra, het zal toch niet? Het zal wel! Feyenoord komt op voorsprong. Op slag van Rust. Paas van Diemers. Het afwerken is van Toornstra. Nou ja. Het is iedereen een altijd allemaal van harte gegund. Maar als het ooit tegen de verhouding in was, was het hier wel. Feyenoord op 1-0. Hebben de eerste de beste gelukte aanval. Het is ook hoogst effectief. Diemers kijkt. Toornstra neemt hem zo aan dat hij zichzelf vrij speelt. En tussen drie man in hier verder kan. En helemaal vrijgespeeld. De bal half hoog langs Muric tikt. Toornstra, die hem hier ook goed weglegt. Is dat geen buitenspel? Dan had dat al 2-0 kunnen zijn. Ja, het is wel buitenspel. Je vermoedt het ook eigenlijk wel. Maar laten de situatie tegenwoordig uitspelen tot een eventueel doelpunt. Waarna de VAR er officieel naar kan kijken. Van Beek. En Holmen. Oh, Holmen geeft hem zo af aan Linssen. En Linssen die schuift hem op de paal. Dat is de tweede grote mogelijkheid voor Feyenoord. De derde minuut na rust. Toornstra hier over die lange doelman heen is het wel 2-0. Binnengekopt door Linssen die zo even nog op de paal schoot. Feyenoord is uitstekend begonnen aan de tweede helft en verdubbelt de voorsprong. Een hele mooie Toornstra aan de basis. Linssen met zijn specialiteit het afwerken met het hoofd. Ja, goed onderschept door Linssen. Dat heeft Feyenoord wel geholpen. Linssen hier, de bal daarbij. Ja, dat is 3-0. Is dit geen buitenspel? Nee, dan is het een hele makkelijke voor Sinisterra. En gaat Feyenoord er dan toch nog een leuke voetbalmiddag van maken? Daar is het in ieder geval de eerste 7 minuten na rust nadrukkelijk mee bezig. En zomaar ineens ziet er binnen een paar minuten er alles heel anders uit voor Willem II. Linssen onderschept de bal. En dan zit Van Beek er half tussen en is dit... Blijkbaar lijkt mij ook inderdaad net geen buitenspel, omdat daar de grote stap van Keun nog bij zit. Berghuis. Berghuis, het lopje. Ja, die Muric is 3,55 meter, dus dat gaat zomaar niet. Toornstra weer hoor. Prachtig, snel, in één keer gespeeld. En Muric weet hier wel raad mee met deze poging van Berghuis. Van Beek die hem teruggeeft aan Berghuis. Berghuis weer bij de tweede paal neergelegd. En dan gaat Linssen naar de grond en zegt Kamphuis, ik vind dit een penalty. Dat is het waarschijnlijk Holmen geweest die daar Linssen heeft omhelst. Dat geeft Kamphuis aan. Strafschop voor Feyenoord. Muric, Berghuis. 63e minuut. Zo. Dat laat geen twijfel over in welke hoek Muric ook mee te moeten heen gaan. Als je hem zo hard inschiet zoals Berghuis doet, dan ben je kansloos.
Kutsu. De eerste keer. Nieuwkoop mee. Kregen van Berghuis. Dat is lekker gevoetbald door Feyenoord. Balletje ook leg. Agen terug. Goed. Linssen. Krijgt hem een beetje onder zich. Terwijl Kukcu hier uithaalt en die bal een beetje een rare curve krijgt en Moeris goed pakt. Jurgens. Via Smeulers bal over de achterlijn. Berghuis. Kukcu. Zo, die vliegt daar van grote afstand binnen. Ik denk dat Moeric hem wat laat ziet. Dat is een leuke binnenkomen voor Kukcu. Na ook lang geblesseerd te zijn geweest. Maakt hij zijn eerste van het seizoen. En hier zal Moeric van balen. Bal verspeeld. Door Tresor, die niet bepaald een grandioze invalbeurt maakt. Maar eerlijk gezegd, ook laat in de wedstrijd kwam. En nu Moeric, waar is de bal? Die bal ligt daar onder Bozenik. Die toch op het moment dat het er doet, hè, kijk, dat is Bozenik. Altijd daar waar die bal is, is hij ook. De vuistjes naar elkaar, Dik Advocaat. Beet in zijn eigen tempo weg. Feyenoord wint overtuigend van Willem II.